allemaal hernieuwbare energie daar. En ik ben ze al aan het opdoen. Maandag komen ze mijn laadtank installeren. Het is vandaag zondag. Super mooi weer, 22 graden of zo. Dus ik ben even een klein toertje aan het doen. Op de Energica. Op een mooi lokaal weggetje eigenlijk gewoon. Ik ga hier ook nog zelf even de snelweg op om een paar testen opnieuw te doen. Maar ik moet even kijken naar welke snelheden. Hebben jullie dat ook als het zo'n schoon weer is, zo'n ongelofelijke drang om, om de snelweg op te rijden? Rechtdoor te gaan en het verbruik te noteren en dan te vergelijken met als het geen mooi weer is en zo? Nee, ik ook niet. Maar ik heb het wel gedaan. En ik had eigenlijk al de hele tijd terug een hele video. De hele tijd, was eigenlijk 2 weekends terug of zo. Had ik een aantal snelheden vergeleken met de Zero en de Energica naast elkaar. Nee, niet naast elkaar, maar na elkaar gereden. En dan op de Energica kon ik heel duidelijk zien op welke snelheid dat ik hoeveel verbruikte. Dus kon ik heel mooie tabellen maken. Maar op de Zero was het absoluut niet duidelijk. En ik heb net dat je op de Zero eigenlijk moet je al bijna 50 kilometer lang diezelfde snelheid aanhouden voordat dat gemiddelde of die snelheidsaandeling op het dashboard eigenlijk correct is. Dus dan, ja, mijn cijfers waren dan niet meer correct enzovoort. Dus ik heb dat vergelijk nog niet kunnen afwerken. Maar ik ga binnenkort wel een keer met de twee tegelijk. Dus wel met iemand anders die met de Zero mee rijdt of ik met de Zero en een andere persoon met de Energica. Ik zal nog wel zien. Hetzelfde traject over verschillende snelheden, want dat was nu een traject waarbij dat ik op bepaalde snelheden het verbruik bekeek. Maar dan ga ik eigenlijk een traject waarbij dat ik op verschillende, maar zowel alles behalve de snelweg bijvoorbeeld. Dus veel 70 en veel 90, afhankelijk van wat ik in Vlaanderen of Wallonië rijd, klein beetje 50. En dan het gemiddelde verbruik van de twee, want het gemiddelde op zero leek wel correct. En dan kan ik die cijfers zo nog wel gaan vergelijken. Dus dat ga ik binnenkort wel een keer doen. Nu is het eigenlijk mooi weer, dus kan ik perfect zien op mijn testtraject wat dat, het warmere weer doet met mijn verbruik. En ik merk eigenlijk al dat ik er meer verbruik uithaal. Nu heb ik gewoon 100 km per uur, maar echt wel 105 op de teller is 96. Hetzelfde als 100 op de teller op de zero. Nu kan ik iets van 180 km rijden, want ik had iets van 10 kWh en kan iets van 18 kWh verbruiken effectief van die accu per 100 km. Dus ja, in de praktijk is dan iets van 180 km. Wat dan niet slecht is eigenlijk. Hè? Dan is de accu wel leeg natuurlijk. Hè? In de praktijk rij je accu meestal niet leeg. Maar ik ga nu nog een beetje een echt leuke toertjes gaan rijden. Want dit is natuurlijk niet zo leuk. Misschien dat ik in deze video de cijfers die ik al heb. Puur over snelweg. Van de verschillende modellen. Van liggen. Ik heb ook cijfers als ik neerleg bijvoorbeeld. Cijfers als ik rechtop zit. Cijfers als ik er een schermje aan hangen heb. Cijfers met de Zero, cijfers met de Energica. Aan dezelfde snelheden. Ik had al cijfers aan dezelfde snelheid op dashboard. Maar dat is dus blijkbaar ook niet correct. Want die rijdt dus op dashboard 10% sneller dan dat hij in werkelijkheid rijdt. Daar heb ik nu een correctie van. Maar dan heb ik het probleem dat het nu warmer is. Dus dan heb ik ook een verschil tussen... Nu ga ik nog op de snelheid dat ik de vorige keer gezien heb. Dat ik het verschil in warmte, temperatuur. En ik denk als je gewoon in de winter rijdt. Rond de 0 graden, rond de vriestemperatuur. Terwijl 25 is de ideale temperatuur voor die accu's. Maar ik geloof tussen 0 en 20 graden dat je wel toch een 10% erbij krijgt in range. Allemaal gsm. En dan zijn er mensen die hun gsm verkopen om elektrisch te gaan rijden. Dat kunnen toch niet, dat kunnen niet vatten, hè. Ik gelukkig wel. Ik wil vooral mijn testtraject opnieuw doen met deze, omdat ik hem nu al wat langer heb. Ook omdat, omdat ik ondertussen dus weet dat mijn snelheid daar eigenlijk niet echt serieus overdreven is. 10%. Dus dat ik deze eigenlijk trager gereden heb dan de Zero in diezelfde test. Ja, tussen de 105 en 106 moet ik op de teller rijden om effectief 96 km per uur te rijden, wat dat eigenlijk de snelheid was van de Zero.